Ik vraag hier op het podium de finalisten van Key Account Manager 2010. Carlo Willemse van ORA, Robert Dortmans, T-Systems en Steve Douho van Atos Origin. Welkom heren. Daarvoor wil ik eigenlijk beginnen met de Key Account Managers. En dan vraag ik de juryvoorzitter Bernhard van Oranje naar voren en natuurlijk Wendy Frederiks, de winnares van vorig jaar. Kom erbij. Ja Wendy, ik begin maar meteen met jou als dat mag. Lukt het allemaal? Wat heeft eigenlijk de titel voor jou veranderd in het afgelopen jaar? Nou, er komt heel erg veel op je af. Dat is wel echt heel bijzonder. Je zit ook heel lang op een roze wolk. Het was echt fantastisch. Heel veel nieuwe mensen gezien. Rotary-lidmaatschap. Echt opportunities in de business gekregen. Dus het was echt een mooi jaar. Ja? Ja. Totaal veranderd. Ja, absoluut. Je gaat zo meteen de titel overgeven. Ja. Ik ga eventjes hier naar Bernhard toe. Dat is moeilijk volgens mij, hè? Ja, ik denk dat het altijd moeilijk is. We hadden 3 kandidaten die denk ik alle 3 verdienen om winnaar te worden. Dus het is altijd moeilijk om een goede keuze te maken. Maar ze moesten zich aan 5 categorieën houden. Hè? Kun je vertellen welke 5 dat zijn? Ja, ik kom er zo inderdaad uit mijn juryrapport, dus dan zal ik even langs de categorieën gaan. Ga je meteen in het juryrapport doen. Ja. Nou, dan, ja, ik zou zeggen, zullen we gaan beginnen met de derde plaats al? Nou, ik dacht eigenlijk gewoon, als je het goed vindt, om van het juryrapport te lezen en dan de winnaar en daarna 2 en 3 te doen. Vind je dat goed? Nou, ja, jij bent de voorzitter, dus ik heb... Hadden we dat bedacht? Oké, dan heb ik niks meer te vertellen. Ik volg jullie. Nou, de winnaar dan eerst, ja. Nou, plaats nummer 1. Wil jij de microfoon? Nou ja, sorry, ja. Je mag ook wel vasthouden. Nou ja, nee, gaat misschien makkelijker. Dankjewel. Ja, ik denk dat het goed is altijd om in dit soort dingen even kort het juryrapport voor te lezen. Om te beginnen wil ik zeggen dat we een unanieme beslissing hebben genomen als jury. En wat ik al zei, het belangrijkste is dat we 3 kandidaten hebben die alle 3 de kwaliteit hebben om absolute winnaar te worden. We hebben de criteria die we waren, was nummer 1, de ontwikkeling van de account. Als ik dan praat over degene die gewonnen heeft, heeft binnen een jaar een 100% groei behaald bij zijn account. In toch wel deze moeilijke economische tijd. En dan praten we echt over substantiële bedragen. En daar neemt hij geen genoegen mee. Hij gaat er ook weer voor om volgend jaar... in de komende 2 jaar die omzet weer te verdubbelen. En daarbij neemt hij wel de klant als uitgangspunt en laat daarbij de dienst van zijn bedrijf zoveel mogelijk aanpassen, zonder daarbij de winstgevendheid uit het oog te verliezen. Het tweede criteria is de prestaties in het salesvak. Het is echt een self-made man die tijdens zijn studie ook bij heeft blijven werken. Hij heeft zich sterk ontwikkeld in het sales- en accountvak. Hij weet wat hij wil en belangrijker nog, hij doet het daadwerkelijk ook. Na een jaar gewerkt hebben bij zijn nieuwe werkgever, kreeg hij al direct de verantwoordelijkheid over de grootste account binnen zijn bedrijf. Als je praat over bijzondere verdiensten binnen de organisatie, dat was het volgende criteria. Hij heeft zijn werkgever weten te overtuigen de diensten aan te passen aan de wensen van de klant. Dit in een bedrijf waar standaardisatie en processen hoog in het vaandel staan. Het is een echte teamspeler, waarbij hij duidelijk de kapitein is die de richting van het team bepaalt. Het laatste punt was presentatie en uiterlijk voorkomen. Bij het doorzagen van de jury was er één die met kop en schouders er bovenuit stak. Hij gaf duidelijke antwoorden en was niet van zijn stuk te krijgen. Zijn enthousiasme heeft ons gegrepen en overtuigd. Tadaa, de winnaar is... Ja. Ja, nee, ja, maar ik wilde helpen. Ik denk de handen vol. En de winnaar is Robert Dortmans. Oh. Ja, Robert, nou, je staat nou helemaal met je rug naar de zaal. Sorry. Eventjes natuurlijk een kleine reactie. Hoe voelt het? Ja, super. Leuk. Super. Geweldig. Heel ik ben er heel blij mee. Dus ja, helemaal goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar zoals we zeiden, we hebben nog een nummer 2 en 3. Ja, nummer 2 is Steve en nummer 3 is Carlo. Gefeliciteerd. Dank jullie wel. Steve en Carlo. de tweede prijs. Daar staan ze, de heren Key Account Managers. Nummer 1, Robert Dortmans. Nummer 2, Steve Douho. En nummer 3, Carlo Willemse. Gefeliciteerd. Dank jullie wel ook de juryvoorzitter Bernhard van Oranje. En de winnares van vorig jaar, Wendy Frederiks. Dat is voor wat betreft de eerste uitreiking. Dank jullie wel. En dan gaan we...